Zo. Echt gewoon grote Lego blokken die ook goed zelf te tillen zijn. Heel veel mensen vragen van ja, maar daar kun je niks ophangen, hè? Want die stempax. Ja. Nou, een keuken die staat er, de schilderijen hangen. Ja. Dus. Kijk, hier zie je die noppen. Ja. Oh ja, en dan stapel je de blokken op. En dan stapel je de blokken op. En jullie hebben dat stapelen ook veel zelf gedaan? Alles zelf gedaan. Ja. 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 Dus het is gewoon Lego. Ja. Ik zie hier eigenlijk nergens een, nou op twee plekken na een verwarming hangen. Dat, maar het is wel heel lekker warm binnen. Ja, het is constante temperatuur van 19,5, 20 graden. Dus dit is de buitenkant met piepschuim. Ja. Hier zit die betonnen vulling en dan heb ik hier ook weer piepschuim. Ja. En dan is het huis nog geïsoleerd door het hout, hè? Ja, aan de buitenkant het hout isoleert ook nog eens een keer. Dit is het systeem waarmee het hele huis gebouwd is. En dan kunnen we hier zien, daar zitten die noppen. Ja. En dan komt dan hier de volgende, werd hier neergezet en dan komt die bovenop. Ja. En deze is eigenlijk ook de vasthouder van de volgende en ook met de storten van beton. Deze gaan er weer af als het beton erin zit. Dan kunnen we hem afhalen. Zo simpel is het eigenlijk. Opnieuw gebruiken. Geweldig. Nou, het weegt echt helemaal niks. Nee. Dus hiermee, dit was gewoon het bouwpakket waarmee jullie dit prachtige huis hebben kunnen bouwen. Ja. Geweldig. Jullie hebben nu dit systeem gebruikt om een heel nieuw huis te bouwen, maar zou je dit ook nog kunnen gebruiken bij oude woningen? Ja, wanneer je het bijvoorbeeld 20 centimeter buiten een oude huis zet, dan heb je de minimaal 50% voor de stookkosten bespaard. Minimaal. Mag ik vragen wat jullie nog aan energiekosten kwijt zijn met zo'n goede isolatie? We zijn ongeveer 380 kilowatt, gerekend over het hele jaar, kwijt buiten de zonnepanelen, dus met 80 euro. Ja, super. Ja. De aanpak van de klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van dit moment. Ik bezoek deze klimaattoppers om te zien waar zij mee bezig zijn. Zij bedenken de oplossingen van de toekomst.